Goedemorgen allemaal, super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog van mij. Zoals ik in de intro had gezegd, ik ga zorgen voor een betere levensstijl. Dus ik ben vroeger een beetje om 6:30 opgestaan. Vandaag is het terug school. En nu is het 6:30 en ik ga sporten. Zodat ik de dag met een fit gevoel kan beginnen. Dit ga ik proberen de hele week te doen en ik zal jullie het eind van de week het resultaat laten tonen en of het invloed heeft gehad. Oké, let's go! Ziezo, dit waren een paar oefeningetjes in de ochtend. Ik heb helaas geen tijd meer. Dus ik moet me nu gaan douchen, aankleden, ontbijten en dan vertrek ik naar school. Zo, tot straks! Mijn dag zit erop. Ik heb niet meer gesport deze avond. Ik had geen zin meer. Ik heb een beetje geleerd, in de douche gegaan en een beetje tv gekeken. En ik hoop dat ik morgen vroeg uit mijn bed ga om te sporten, want het was best vroeg. En ik heb vandaag niet zo heel veel zin om mijn wekker terug zo vroeg te zetten. Maar we zullen zien. Hopelijk raak ik eruit. En anders sport ik 's avonds. Ik hoop dat jullie het eerste dagje al leuk vonden en op naar de volgende dag. Ja. Goedemorgen allemaal. Het is me niet gelukt om om 6:30 op te staan. Dus ik heb vandaag deze ochtend dus niet kunnen sporten. Dat betekent dat ik deze avond ga sporten en nu gewoon rustig gaan bijten. Goedenavond allemaal. Het is nu 12:00. Ik heb wat geleerd. En morgen vroeg ga ik om 8:00 sporten. Goedemorgen allemaal, het is vandaag zondag. 11:00? Ja, het is 11:00. En ik ben bij iemand blijven slapen. En vanochtend hebben ze een fitnesstoestel, een parkje. En dat gaan we nu doen. Dat is iets anders dan thuis fitnessen, dus... ik ga jullie daarin meenemen en dat wordt mijn workout van vandaag. En tot zo dus. We gaan nu sporten. Het is ijskoud buiten, maar van sporten gaan we het wel warm krijgen. Dus ja, laten we beginnen. Tot morgen.
Hallo allemaal. Ik ben nu aan het wandelen na school. En ik moet zeggen, het doet wel eens deugd om zo te wandelen. Wow. Zoals jullie daar net hebben kunnen zien, heb ik maar één keer kunnen sporten. En dat is gewoon de zondag na dat ik dacht terug goede moed te hebben. En is het toch mislukt. Ik vraag me af hoe het komt. En ergens, ja, weinig zin en weinig motivatie misschien. Ik weet het niet zo goed. Dus, naar de volgende video toe, gaan we hier een oplossing voor zoeken. En gaan we proberen zien dat het wel haalbaar is. Maar, ja. Ik hoop dat jullie mijn eerste video al zeker en vast leuk vonden. Vergeet zeker geen duimpje te geven en te abonneren. En als jullie misschien leuke ideetjes weten voor een video of voor een leuk tipje dat ik kan doen voor blijven te volhouden voor de week te sporten, dan mogen jullie het zeker laten weten in de reacties. En alvast dankjewel om te kijken. Dag!